Het gaat er natuurlijk om dat we mensen met een beperking bij de participatie in de samenleving geen beperkingen ervaren. Nou zal dat altijd moeilijk zijn, want we kunnen nooit voor mensen denken. Maar mensen met een beperking zijn ook gewoon cliënten, kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Moeten zoveel mogelijk beperkingen in de maatschappij in de weg worden gelegd. Precies de reden voor het verdrag. De keizer vroeg op een gegeven moment waarom zit het VN-verdrag eigenlijk bij VWS en niet bij Binnenlandse Zaken. Ik vond het een goede vraag, want daar vallen ook mensenrechten onder. Waarom is daarvoor een keuze gemaakt? Ja, het is een beetje een arbitraire keuze misschien. Omdat in het verleden is gezegd van, luister eens, het gaat om de participatie van mensen met een beperking. En het beleid ten aanzien van de beperkingen zit voor een belangrijk deel natuurlijk ook bij VWS. Ja, het is een beetje een arbitraire keuze misschien. Omdat in het verleden is gezegd van, luister eens, het gaat om de participatie van mensen met een beperking. En het beleid ten aanzien van de beperkingen zit voor een belangrijk deel natuurlijk ook bij VWS. Maatregelen die we nemen rondom de zorg. Zorgen dat mensen ook kunnen participeren in de samenleving. Maar ik vat mijn rol niet op als staatssecretaris van VWS, maar ook als coördinerend bewindsman voor de implementatie van het VN-verdrag. En dat betekent dat bij alle plannen die we gaan maken, ik dat dus niet op mijn eentje doe of bij het VWS op mijn eentje doe, maar samen met de andere departementen, waar we ook heel erg mee in overleg zijn. Weet je, het is niet belangrijk wie het doet, als het maar gebeurt. Ik ben heel benieuwd wanneer het VN-verdrag geratificeerd is. Want dat is een belangrijk moment voor een grote achterban. Dat realiseer ik me zeer, maar het is niet alleen maar voor de achterban een belangrijk moment, maar ook voor mij. Niet voor niks ben ik zeer blij dat we in het regeerakkoord hebben gezet dat we na 10 jaar discussie dat VN-verdrag gaan ratificeren. En ik haal alles uit de kast om dat voor elkaar te krijgen. Het kabinet is niet gevallen, dus je kunt nog even door. Succes. Succes en goede dagen.